Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, is ontzettend blij met de benoeming van Roseline Daan als directeur van het directoraat cultuur. Daan zal overnemen van Elvira Sandy, die onlangs ontheven is uit haar functie door de regering. Tijdens een persconferentie gisteren deed Hooghart lelijke uitlatingen naar Sandy toe. De werknemers van het directoraat cultuur zijn sinds vorig jaar in actie, omdat ze niet door één deur konden met Sandy. Maandag zullen ze het werk hervatten en hopen ze dat Daan in staat is om hun belangen te behartigen. Mi abu asane taki. Tere mai jugu jugu janna kondre. Dam tegi rentak. Maar bij jugu jugu economie. Mensen, we hebben geen economisch probleem in dit land. Wat we hebben zijn cultuurproblemen. En dat komt door die oplegging van West-Europa. Maar allemaal op Witman. Dus de verdedigde Witman. Tip tak de waarheid, de mekaar niet racist. Soort racist. Ja, alles soort op tien, alles soort gram tien. Ik zeg de waarheid. En de waarheid wil niet gehoord worden. Dames en heren, mevrouw Daan, met Beggy, je gaat op het directoraat. Takana desma. Laat je niet ophitsen. Natuurlijk de wet maar rancuneus. Bigiten, je knap er boven, nee. De CLO-voorzitter zei verder dat hij goede gesprekken heeft gevoerd met president Chandrika Prasad Santokhi en zijn kabinetsdirecteur Ajay Munshi. Afgesproken is dat het werk maandag wordt hervat. Daan zelf start deze week met haar werkzaamheden bij het directoraat cultuur. Hooghart heeft hoge verwachtingen van haar. Takanga is maar mijn adviserie. Suku, want to be kill, want to be jimang. Met de malachi san uit, san en sabete. Sombra, na orukel, bijna 80 jaar kan dat zelfs rezen. En maar dat sabwa lo oruken san. Untakanga man. Want tralies wa gomoro dipi. CLO-voorzitter Ronald Hooghart gisteren tijdens een persconferentie in het CLO-gebouw. Hij is blij dat Roseline Daan het roer overneemt bij het directoraat cultuur. Voormalig directeur Elvira Sandy is ontheven.